Jong Sparta stond vorig jaar op degraderen. En toen kwam de winterstop en daarna ging de ploeg punten pakken en punten pakken en punten pakken. En handhaafde het zich vrij makkelijk. Dit seizoen ging het slecht voor de winterstop, na de winterstop. Nu even 4 overwinningen uit 5 wedstrijden. En in Liende komen de jonge Rotterdammers ook op voorsprong. Spierings is het die het doet in de 26e minuut. Met een beetje hulp van de paal. Maar de verdiende voorsprong voor de jonge Kasteleren. Van de Meirakker dan namens Liende. En de redding van doelman Fabri. Liende in tegenstelling tot Sparta juist in een negatieve spiraal. Maar 4 punten uit de laatste 5 wedstrijden. Het is koud op de Abdijhof, daarom ook weinig toeschouwers. Atje, en dit is een beste pegel. Geluk voor Liende dat het bij 0-1 blijft. Het is de ruststand, Bukari, Spierings. Spierings, wat mag hij veel doen in de 16? Hij krijgt alle ruimte om het links uit te halen. Kelders loopt wel mee, maar het is een beetje alibi verdedigen lijkt het wel. Schimmel is kansloos. Jong Sparta op 0-2. Van der Meirakker dan. Pech voor hem. De topscorer van FC Liende treft de lat. Hier ziet scheidsrechter Van der Laan Hens in een actie van Pereira. Van der Meirakker mag aanleggen van 11 meter. En dit is zijn 19e van het seizoen. Hij heeft haast, want Liende gelooft er weer even in. Maar een kwartier later gaat die hoop, dat geloof, weer overboord. Want hier is Veenhoven, Mark Veenhoven, met de 1-3 voor Jong Sparta. Dat definitief afstand neemt van de degradatiezone. En op gelijke hoogte komt in de stand met FC Liende.